Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijboer voor zijn vraag aan de minister van Financiën over het toenemende aantal plofkraken. En ik heet de minister van Financiën van harte welkom. De heer Nijboer namens de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Het zal je maar gebeuren. Een enorme knal. Hele straat overhoop en iedereen in paniek. En helaas is het door het aantal plofkraken de afgelopen tijd enorm toegenomen. En de schade die daarmee samenhangt ook. Mensen voelen zich onveilig. Als je boven een pinautomaat woont, maak je je zorgen. En om die reden is het ook wel begrijpelijk dat ABN 470 pinautomaten afgelopen weekend heeft ontwaard, zoals het heet, voorzitter. Het geld is uit die automaten genomen. De automaten zijn buiten gebruik genomen. Dat is begrijpelijk omwille van de veiligheid. Dat doet gelijk wel de vraag opdoemen, zijn er andere pinautomaten, zeker die in woonwijken staan en in winkelcentra waar mensen bij in de buurt wonen, zijn die wel veilig? Dat is de eerste vraag aan de minister. Tweede vraag is, wat betekent het weghalen van 470 pinautomaten, de helft van het aantal pinautomaten dat ABN AMRO heeft in het land, een van de grotere banken, voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van contant geld? Want ik zie wel in persberichten verschijnen dat de 5 kilometer afstand niet in het gedrang komt. Maar erkent de minister met de PvdA dat er heel veel mensen zijn die 5 kilometer naar een pinautomaat een heel eind vinden? En dat als je in een stad zit en je bij je wat slechte been bent en bij je winkelcentrum normaal gesproken je geld haalt en je moet een heel eind verderop, dat dat behoorlijke consequenties heeft. Dus is die 5 kilometer is niet voldoende? Erkent de minister dat? En wat gaat hij eraan doen om ervoor te zorgen dat op korte termijn die beschikbaarheid ook weer op peil is? Tot slot, voorzitter, die 470 automaten zijn tijdelijk uit de running. Betekent dat ze allemaal weer in gebruik worden genomen? Of wordt gekeken of ze wel op een veilige plek staan? En komen er alternatieven voor in de plaats? Of wordt het een verkapte bezuiniging en houden we uiteindelijk aan het eind onderaan de streep maar 100 of minder over? Dank u wel, voorzitter. Dan geef ik nu het woord aan de minister van Financiën. Voorzitter, dank. En dank ook aan de heer Nijboer dat hij begint met wat volgens mij het belangrijkste is en wat ik denk voor ons allemaal de grootste zorg is. En dat is de veiligheid die in het gedrang is van de mensen die te maken hebben met een enorme ravage, die te maken hebben met schade aan hun woningen en in sommige gevallen ook gewoon gewond raken door zo'n plofkraak. Het is echt ingrijpend om mee te maken. En terecht schetst de heer Nijboer ook het dilemma wat we hier zien, want ja, er is een met te veel succes is de georganiseerde misdaad bezig met die geldautomaten te rammen, te ruïneren. En vervolgens komt de bank voor het lastige dilemma te staan. Ja, we willen zorgen voor een goed aanbod van geld, maar op deze manier heeft dat geen zin. Want op deze manier brengt dat alleen de veiligheid in gevaar. De heer Nijboer, zijn eerste vraag was, voorzitter, ja, is het dan op andere plekken wel veilig? Nou, je ziet helaas dat de afgelopen jaren er heel veel verschillende soorten geldautomaten zijn geramd, zijn geroofd. Maar, en dat is het tweede stuk van het antwoord op de eerste vraag, het is ook zo dat er echt een verschuiving is geweest het afgelopen jaar naar één specifiek soort automaten van ABN AMRO en dat die nu bij uitstek zijn uitgezocht. En dat is ook de groep automaten die nu wordt teruggenomen. Dus kan ik de veiligheid van al die andere automaten garanderen en van de mensen die daar omheen wonen? Nee, natuurlijk niet in die absolute zin. Maar er lijkt wel, ik formuleer het voorzichtig, er lijkt wel iets specifieks aan de hand te zijn met één type geldautomaten. Maar ik zou op die eerste vraag de heer Nijboer willen toezeggen dat ik nog met de sector in gesprek ga. En dat ten aanzien van de veiligheid, dat ik die vraag ook neer zal leggen bij mijn collega van Justitie en Veiligheid. Voorzitter, dan was de tweede vraag van de heer Nijboer, die ging over de beschikbaarheid. Dat is een onderwerp waar ik met uw Kamer vaker over gesproken heb. Omdat we in Nederland het niet alleen belangrijk vinden dat we de mogelijkheid blijven hebben om contant te kunnen betalen, maar omdat we ook vinden dat iedereen, goederbeen, slechterbeen, mobiel of minder mobiel,
toegang heeft tot contant geld en naar een pinautomaat kan. Het goede nieuws is, we hebben nog steeds in Nederland een percentage van, ik geloof, 99,5% van de inwoners van ons land die inderdaad bediend worden, dus die binnen die 5-kilometer grens vallen. Dat is afgezien van iemand die misschien echt in een relatieve uithoek woont, is dat natuurlijk een heel erg goed percentage. Ik ben er ook op gebrand om dat zo te houden. Omdat het niet alleen belangrijk was, maar omdat dat belangrijk blijft. Komen dan, derde vraag van de heer Nijboer, komen nou al die automaten terug? Daar heb ik nog niet naar laten kijken. Wat ik belangrijk vind, is dat we ons houden aan die 5-kilometer grens. Of, denkend in dezelfde richting als die de heer Nijboer schetst, het liefst, zeker in meer verstedelijkte gebieden, natuurlijk een kortere loopfiets. Busafstand of hoe je het ook wil formuleren. Het is in ieder geval niet zo, heb ik ook nadrukkelijk van de banken teruggekregen, dat we nu automaten gaan bezuinigen. Alleen, je kan je wel voorstellen dat op het moment dat je die dekking in orde hebt, ja, dat je dan wel toegaat naar een situatie met minder, maar veiligere automaten, zolang je maar aan die 5 kilometer, aan het 5 kilometer criterium blijft voldoen. Dus resumerend, voorzitter, dank en zeer terecht dat de heer Nijboer zo wijst op de veiligheid, want dat is echt zorg nummer 1. En 2, we zullen die beschikbaarheid ook met het platform het betalingsverkeer zullen we nauwlettend in het oog houden. Ook voor de minister geldt 2 minuten spreektijd. Excuus, voorzitter. De heer van... Maar voorzitter, ik heb wel antwoord gekregen op mijn vragen, dus dat is mooi. Ik heb er wel... Dat is niet voor niks. Dat is niet altijd. Gelukkig niet voor niks. Dat is nu wel zo. Ik heb wel vervolgvragen, voorzitter, aan de minister. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die boven een pinautomaat wonen, ook van een andere bank, zich behoorlijke zorgen maken. En het is natuurlijk ook zo dat criminelen, die hebben nu deze methode ontwikkeld, maar die zitten ook niet stil. Die komen steeds weer met nieuwe en vaak ook grovere methodes om toch weer zo'n automaat te kraken of te laten ploffen. Dat zie je nu ook. Hè. Nu kunnen ze hier niet meer terecht, dus ze zullen naar andere middelen zoeken. En ik vraag de minister of het niet nodig is om eens een keer fundamenteel te kijken of de pinautomaten die in Nederland staan, onder woonhuizen, woonblokken, in winkelcentra, of dat wel de goede plekken zijn om pinautomaten te herbergen, of dat ze niet inpandig moeten of eigenstandig. Is de minister bereid om nu er toch zo'n grote maatregel is genomen, 470 van die automaten zijn allemaal leeggehaald, om daar eens fundamenteel naar te kijken? Want die plofkraken zullen blijven komen. En zeker als ze in bewoonde gebieden staan, is dat een groot probleem. En mensen maken zich daar steeds meer zorgen over. Ja, voorzitter, ik voel daar wel wat voor. Ik denk langs 2 lijnen. De eerste vraag is natuurlijk, hoe zorg je zo goed mogelijk beveiligde pinautomaten? Want het is interessant om te zien dat in veel categorieën pinautomaten het aantal plofkraken dramatisch is teruggelopen. Dus kennelijk kan je er wel wat aan doen. En het tweede is, dat ligt denk ik ook in het verlengde van de vraag van de heer Nijboer, kan je nou analyseren welke plekken kwetsbaarder zijn omdat er mensen bij in de buurt wonen? En kan je dan toch daar de boel verplaatsen, vandaar de boel verplaatsen naar een andere locatie? Ik wil dat graag laten onderzoeken. De heer Nijboer begrijpt denk ik ook dat ik dat antwoord hier nu niet kan geven. Maar laat ik dat inbrengen in het maatschappelijk overleg betalingsverkeer. En dan kom ik daar bij de Kamer op terug. Voorzitter, dank voor die toezegging. Dan nog 2 slotvragen. Allereerst, die 5 kilometer is natuurlijk een maatregel voor de regio. Dat spreekt de minister ook aan. Hè. In het landelijk gebied moet je in de buurt kunnen wonen. Maar voor mensen in de stad, mensen die slechte been zijn, ouderen die vaak bij het centrum, winkelcentrum boodschappen willen doen, is dat veel en veel te ver. Dus is de minister ook bereid om te kijken of dat ook naderbij kan? En tot slot, voorzitter, ik heb eerder gewezen op de monopoliepositie van sommige bedrijven in het geldverkeer. We hebben nu de geldmaat, hè, die samen namens de banken opereert. Daar zit ook een risico in dat al die automaten hetzelfde zijn. En dus ook als er wordt gekraakt, en de criminelen handig er gebruik van maken, dat ze in één keer allemaal onder druk staan. Hoe wordt dat risico door de bankensector ondervangen? Dank u wel, voorzitter. Ja, de minister. Ja, voorzitter, het tweede punt, daar heb ik vaker met de Kamer over van gedachten gewisseld. En dat heb ik ook ingebracht bij het maatschappelijk overleg betalingsverkeer. En dat zullen we blijven monitoren, omdat ik daar de zorg van de heer Nijboer begrijp, maar daar ook niet
daar op korte termijn een groot probleem valt te verwachten. Dus volgens mij is dat wel iets wat we gewoon met elkaar moeten monitoren. En als daar iets verandert, dan zal ik daar ook de Kamer over informeren. Op de eerste vraag van de heer Nijboer, namelijk moet die cirkel nou eigenlijk korter getrokken worden? Ja, voor de goede orde, voorzitter. De mensen op stad, in de stad en op het platteland zijn me even lief. Maar het is logisch dat als je verder van verstedelijkt gebied woont, dat je ook wat langer onderweg zult zijn. Ik vind het niet bezwaarlijk om nog eens in kaart te brengen in hoeverre die grens voldoet. Maar ik zou ook willen waken voor de gedachte dat het heel makkelijk zal zijn om nu terug te gaan naar een grens van nog weer een kilometer krapper. Want dat heeft ook weer allerlei repercussies. Dus ik denk dat we ook moeten uitkijken dat we niet met onze goede bedoelingen iets organiseren wat vervolgens weer andere problemen over zich afroept. Maar laat ik deze vraag, want laat ik het anders formuleren, voorzitter. Volgens mij is de vraag, mag ik de vraag van de heer Nijboer zo begrijpen, dat we eigenlijk van het platform, van het betalingsverkeerplatform willen weten wat nou hun assessment is ten aanzien van mensen die weliswaar binnen die 5 kilometer grens vallen, maar mogelijk toch in de problemen komen. Zijn die er? En zo ja, is dat op te lossen. Zo is het. Dank u wel, meneer Nijboer. Dank u wel. Dank, voorzitter. De heer Rommers, namens het CDA. Voorzitter, toch een aanvullende vraag richting de minister. Ja. Dit gaat met name over hoe wapenen we ons tegen dit soort malote criminele bendes. Wordt er nu, naar aanleiding van wat er nu gaande is, ook door het kabinet gekeken dat de minister samen met zijn collega's kijkt of dit soort bendes niet extra hard aangepakt kunnen worden en gekeken kan worden of dat het gewoon in de kiem gesmoord kan worden? De minister. Ja, voorzitter, ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat we dat natuurlijk dolgraag willen. Want het is gewoon, we hebben het hier over georganiseerde misdaad. Het gaat gewoon over tuig wat daar een hele gevel kapot ramt. Mensen de stuip op het lijf jaagt en soms ook nog zorgt voor verwondingen. Dus ik denk dat we er allemaal, echt allemaal op gebrand zijn om er wat aan te doen. Tegelijkertijd, de vraag van de rondes is ook een vraag, waar zet je je belangrijke schaarse politiecapaciteit nou op in? Dus ik vind dat dat wel een vraag is die echt aan de minister van Justitie primair is om te beantwoorden. En niet aan mij om daar nou even snel te zeggen dat dit ook heel belangrijk is, want dat is het. Maar we hebben een heleboel onderwerpen die op het gebied van criminaliteitsbestrijding heel veel aandacht vragen. Dus met zijn goedvinden leid ik deze vraag door aan de minister van Justitie. Dank u wel. Dank u wel.